We staan hier op Spaans Huske, dat is bij Koningsbos. Daar is rond 11:30 brand uitgebroken in de werkplaats van een boerderij. En de brand is uitgebroken door het klussen aan een oldtimer. En de brandweer echt is daarop uitgerukt en de Duitse collega's. Opvallend, hè? Inderdaad, twee brandweerkorps uit twee landen. Ja, dat klopt. Het unieke hier en het mooie is dat als in Koningsbos wat gebeurt, rukt zowel de brandweer echt uit als de collega's van brandweer Savelen. Dat is door de gemeente vastgelegd. Dus ze rukken beide uit. En zijn ook beide ter plaatse en zijn ook beide ingezet. Koningsbos ligt inderdaad in het buitengebied. Het duurt dus even voordat de Nederlandse brandweer dan hier kan zijn, hè? Nou, het valt best mee. Brandweer echt, zeker met de nieuwe kazerne, is vrij snel ter plaatse. De eigenaar zelf heeft geprobeerd de brand te blussen. Is hem niet gelukt, heeft daar op de brandweer gebeld. Er zijn wel twee personen die hebben rook ingeademd. Die zijn met een Duitse ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Sittard. Op dit moment is men nog doende met het koelen van een acetyleencilinder. Die staat in de werkplaats. Levert gevaar op, want hij warmt zich in principe zelf op. Men is nu ook bezig een noodbazin aan het maken. Dat gaan ze vullen met water en daar wordt de acetyleencilinder ingelegd om verder af te koelen. Licht dat niet.